Nou, afgelopen zomer hebben we eigenlijk heel veel spelletjes gespeeld, want door de corona was er een lockdown en konden mensen niet uit. Kwamen er veel vrienden bij ons over de vloer om spelletjes te spelen. En toen was het idee een beetje geboren van, god, er zullen wel meer spelletjesliefhebbers in de omgeving zijn. Laten we eens een avond organiseren waarbij iedereen eigenlijk uit de omgeving van Almelo mee kan doen. En zo kwamen we hier bij het A-huis terecht en hebben we dit opgezet. Maar is dat ook een beetje bedoeld om de mensen achter het scherm weg te halen? Ja, want anders zit je vooral een beetje onze generatie, die gaat niet meer uit, die gaat niet meer de discotheken in en zo. En je vindt het wel leuk om mensen te ontmoeten en met z'n tweeën altijd op de bank zitten, televisie kijken, Netflix kijken. Nou ja, dit is gezelliger. Zo ontmoet je nog eens mensen en een hele sociale gebeurtenis zo. We zijn van plan om dit om de week op vrijdagavond te gaan organiseren. Elke vrijdagavond? Om de week, op vrijdagavond. Ja, dit is de eerste avond. Tenminste, we dachten, we wachten even af of dit een succes wordt. Maar nou ja, zoals je ziet, is de zaal vol. Dus willen we dit om de week voort gaan zetten. We zijn ook blij verrast met de hoeveelheid mensen die gekomen zijn. Hoeveel verschillende spellen worden allemaal gespeeld? Je hebt de spelletjes wat je in de speelgoedwinkel kan kopen, wat iedereen kent, Monopoly en Risk en zo. Maar wij spelen spellen die eigenlijk net wat meer uitdaging bieden, net wat minder geluk, wat meer strategie in zit. Maar wat nog wel snel makkelijk uit te leggen is. En wat je eigenlijk als instapspel wel zo mee kan spelen. Als je spelletjes leuk vindt, is het goed te doen. En mensen die spelletjes leuk vinden, die zijn ook vaak enthousiast om het elkaar uit te leggen. En dan leer je het snel. Ja. En wordt er ook nog dat er één ploeg verschillende spelletjes speelt? Of kiezen ze een spel en doen ze dat de hele avond? Voor vanavond hebben we gewoon iedereen die kwam gevraagd van neem een spel mee wat je zelf heel leuk vindt. En dus degene die hier komt, die kijkt en die pakt een spel van de bar, daar hebben ze allemaal neergelegd. En dat kun je gaan spelen. Dus en de volgende keer doe je weer wat anders. Ja.